Hallo, sexy Hallo. mama. Hallo. Deze Hallo. podcast is voor jou. Voor mij? Ja, voor jou. Ook als sexy het is wat ergens onderaan je things to do-lijstje bungelt. Ik voel je vrouw. Mijn naam is Drees. Ik ben schrijfster en moeder van vier. En mijn wens is dat iedere vrouw, dus jij ook, in haar kracht gaat staan. Specifieker in je vrouwelijke sensuele kracht. In deze podcast begin ik bij mezelf. Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh, Ik ben er klaar voor. Ga je mee? Masturberen is belangrijk. En daarom doe ik het drie keer per week, minimaal. En ik zal je uitleggen waarom. Eerst even over het woordje masturberen. Ik las laatst een blog van iemand, een seksuologe. En zij zei dat ze absoluut één woord nooit gebruikt in haar communicatie of in haar teachings. En dat is het woordje masturberen. Nou, daar gaan we al. Oké, okay, waarom dan niet? Nou, masturberen heeft iets te maken met dat je jezelf bevredigt, en dat is. Uh, ja, doelgericht. Eerst ben je niet bevredigd, dan friemel je aan jezelf en dan komt er een soort van ontlading, een orgasme, en daarna ben je wel bevredigd. Dus een soort van route van A naar B. En meestal bewandel je dan ook hetzelfde pad, want op een gegeven moment heb je wel door hoe dat bij jou werkt. Nou, ik heb de etymologie van masturberen ook nog even opgezocht om te kijken waar het woordje masturberen nou vandaan komt. En. Dat is niet zo heel erg eenvoudig. Er zijn namelijk verschillende verklaringen. Eerst het stukje ma van masturberen. Nee, dat gaat niet over mij. Niet over ma van mama. Maar waarschijnlijk verwijst het naar iets van met de hand manueel, ja toch? So far so good. Ik gebruik altijd mijn hand en niets dan mijn hand. Een levend, voelend en liefdevol stuk van mijn lijf. Dat een ander stuk van mijn lijf beroert. Hmm, helemaal goed. Maar we waren bij de etymologieën, en als we verder kijken naar het tweede gedeelte van het woordje masturberen, oftewel sturberen, dan zou je kunnen zeggen dat het iets te maken heeft met turbulentie, oftewel iets van opwinding opwekken. Oké. Okay? Kan ik best in meegaan. En dan is er nog een andere slimmerik die het woordje ma van masturberen laat verwijzen naar het woordje man. De man turbuleert, zeg maar. Nou ja, ik ben geen man. En mijn masturbatiesessies zijn niet altijd uh, even turbulent. Dus daar begint het al een beetje te wringen. Maar het wordt nog gekker, want volgens mijn superbetrouwbare bron, oftewel Google, uh, kan het ook zijn dat dat stukje sturberen van het Latijnse woord. Stuprare komt, nou ik zeg het een beetje Italiaans, klopt vast niet, mijn Latijn is uh, eigenlijk niet zo. Um, en dat, daar lees ik over, dat dat dan weer komt van verstoren, onteren of zelfs verkrachten komt. En daar ga ik een beetje van kotsen. Ja, yeah. dat is helemaal niet wat ik doe. En zeker niet wat ik wil als ik aan mezelf zit. Kortom, ik masturbeer nooit. <laughs> Sorry voor de misleidende podcasttitel. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Hè. Als ik zeg masturberen, dan weet jij tenminste min of meer wat ik bedoel. Maar toch klopt het woordje niet helemaal. Dat uh, mag duidelijk zijn. Mijn vriendin, die helemaal into het cervix-werk is, heel mooi, die noemt het liever self-pleasure. Wat kunnen we dan in het Nederlands bedenken? Mijn uh, leraar Judith Bruin van de Sacred Sex Academy, die noemt het zelfbeminning. Nou, ik ga een beetje husselen met verschillende woorden. Ondertussen komen de kinderen thuis, dus die hoor je op de achtergrond. Kijk of ik deze podcast nog in kan spreken, of dat ik even een pauze moet nemen. Nou, zelfbeminning, zelfpleasure, spelen met jezelf. Masturberen. Ik doe het zo vaak mogelijk. Drie keer per week. Zochtens, als mijn man de kinderen naar school brengt. I know. Wat ben ik een lucky bitch dat hij dat doet. Ja, ja. En weet je wat? Ik verdien het. Hij weet ook dat deze tijd belangrijk is. Ik gebruik het trouwens niet altijd voor self-pleasure, want het moet wel. Ja, eh. Uh uit mezelf komen. Hè. Het moet iets zijn waar ik zelf zin in heb. Maar soms uh, slaap ik ook uit. En heel soms, heel soms, dan sta ik op om iets nuttigs te gaan doen. Wat? Wat zeg ik nou? <laughs> alarmbellen, alarmbellen, ja. Goed opgemerkt. Hoezo iets nuttigs doen? Wat is nuttig? Het huis opruimen, de was vouwen, teksten typen, boodschappen doen net alsof zelfbeminning en slapen niet nuttig zijn. Nee nee, zelfbeminning is net zo nuttig als het huis opruimen en trouwens slapen ook, vooral als je er jarenlang tekort van hebt gehad, zoals heel veel moeders. En waarom doe ik het dan? Daar komt hij. 1. voor de lol. Dit is mijn quality time waar ik simpelweg plezier maak, niks mis mee en het hoeft inderdaad geen doel te hebben. Grappig genoeg bereik ik in de slipstream toch wel wat uh, positieve resultaten. Een heleboel zelfs. Namelijk 2. Het maakt me blij, een vrolijk mens. En daarmee ben ik meteen beter gezelschap voor de ander en ook een betere moeder. Of in elk geval een geduldigere moeder. 3. Ik heb mezelf al gegeven wat ik nodig heb, ochtends. Dus ik hoef dat niet meer bij een ander te halen. Als het gaat over liefde, bevestiging, aanraking. Noem maar op. Wederom, ik word er een leuker mens van voor mijn omgeving. Graag gedaan. 4. Dit verlaagt mijn stress. Ja, eigenlijk is het een soort meditatie. Hè? Ik maakte daar al een keertje een podcast over. Het was uh, aflevering 4 om precies te zijn. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden, maar hij is nog steeds actueel. Luister maar. 5. Masturberen of zelfplezier of zelfbeminning vergroot mijn zelfvertrouwen en mijn zelfliefde. 6. Het vergroot ook mijn gevoelsbewustzijn. Ik word gevoeliger op alle lagen. En niet alleen maar in mijn joni, maar ook in mijn rug, mijn benen, mijn hart, om maar wat te noemen. 7. Ik voel mij sexier. En dat is weer goed voor mijn seksleven met Flores. 8. Door mezelf aan te raken en echt te voelen wat ik wil, weet ik beter, leer ik nog beter, ook al ben ik al 42, wat ik fijn vind in bed. En dat is natuurlijk ook weer goed voor mijn seksleven met Flores. Sowieso weet ik überhaupt beter wat ik wil in mijn leven. Alsof ik mijn lichaam kalibreer, ja, een soort van afstem. Mooi, hè? Vind ik ook. En puntje 9. Het is gezond voor mijn lichaam. En geest trouwens ook. Het maakt de juiste hormonen, neurotransmitters aan. Zorgt voor een betere bloedsomloop. Het heeft een helende uitwerking op mijn organen, zoals de nieren. En dankzij de taoïstische technieken die ik toepas, ja, ja, maak ik er een medicijn van. Een levenselixer dat zowel emotioneel, energetisch als fysiek. Werkt. Het vergroot het zelfgenezend vermogen van mijn lichaam. Eigenlijk speel ik met, uh, ja, met levensenergie, hè? want deze kracht waar ik mee aan de gang ga, dat is waar je ook een kind mee kunt maken. Dus ook in mijn cursus Vallei zeggen ze dat heel duidelijk: als je een kind kunt maken met deze force, ja, dan kan je er natuurlijk van alles mee. Als je er even geen kind mee maakt, zoals. Op dinsdagochtend bij, de bij het zelfbeminningsmoment. Ja, oké. Okay. Dus de, dat masturberen van mij gaat dus verder dan even snel klaarkomen. Dat mag duidelijk zijn, denk ik. Hoewel ik ook niet echt iets erop te tegen heb om dat wel te doen. Weet je, als je op school of op je werk zit en dat je eventjes een momentje voor jezelf neemt en even zo op de wc-stiekem jezelf bevredigt. Ja, ook leuk, toch? Maar dit is zoveel. Breder, dieper, groter, mooier. Nou, het klinkt een beetje oordelend, maar zo bedoel ik het niet. Het is gewoon een anders, een ander level. Want wat ik doe is dit. Simpel gezegd, ik raak mezelf een paar minuten aan op een manier die ik heel erg fijn vind. Soms dan beland ik ineens, zit ik in een soort van... Uh, routine, dat geeft ook niet. Dan uh, doe ik iets wat ik gewoon, waarvan ik weet dat het een succes is. Ook niks mis mee. En een ander moment dan ben ik meer aan het ontdekken. Ik denk dat het ook te maken heeft met de fase van de maan. <laughs> maar goed, meestal probeer ik het langzaam te doen. Waterig, met de kwaliteit van een soort van stroom. Maar soms wordt het toch vurig of heet en steek ik mezelf in de fik. <laughs> Maar ik kom meestal bijna nooit klaar. Soms als het heel heet wordt, dan wel. Nou, dat is ook lekker. Ik merk dan wel achteraf soms dat ik het uh, ja, toch een beetje zonde vind of zo. Alsof ik een zak chips heb leeggegeten. Op het moment zelf is het echt zo lekker. En dan denk ik, fuck it. We gaan het gewoon doen. Maar achteraf denk ik soms, hmm, was het wel zo handig? Een soort van guilty pleasure hoewel het opeten van een zak chips natuurlijk veel ongezonder is dan een orgasme, want een orgasme is juist hartstikke gezond. En trouwens het ene orgasme is het andere orgasme niet. Dus het is ook een beetje een stemmetje in mijn hoofd, um, um, ja, die een beetje streng kan zijn. Voor je drees, je wilde toch niet klaarkomen? Nou. Niet zo moeilijk over doen. Gewoon lekker gaan met die banaan. <laughs> Zonder banaan. Nou, anyways. Na een paar minuutjes stop ik dus. Word ik helemaal stil. Zoals in de shavasana-houding van yoga. Weet je wel? De lijkhouding. Aan het einde van de les. Dat je voor dood mag liggen. Zo. Precies. Ik probeer daar zo diep mogelijk in te zakken. Om mezelf nog verder en nog verder te laten vallen. En meestal komt er dan iets in beweging. Juist als ik zo heel stil word en eigenlijk alleen nog maar adem. Dat is dan een soort van stroom in mijn jonie, langs mijn baarmoeder. Maar soms voel ik ook tintelingen op andere plekken in mijn lichaam. Uh, in mijn hoofd bijvoorbeeld, of in mijn, juist in mijn knieën. of aan de achterkant van mijn dijen voelde ik het laatst heel veel. Er is echt heel veel om te voelen. En de Taoïsten noemen dat de rivier van gevoelens. En dat is een hele fijne plek om in te vertoeven. Het kan ook zijn, trouwens, dat die rivier van gevoelens eh, iets mee, iets losmaakt. Dat kan ook. Dan geeft niks, dan blijf je er ook gewoon bij. En als dan op een gegeven moment die rivier wat rustiger wordt, dan ga ik opnieuw. Met mezelf spelen. En het mag spelen blijven. Want het idee van spelen is dat je het doet omdat je het leuk vindt. Het hoeft nergens heen. Het hoeft niet mooi te zijn. En je bepaalt je eigen regels. En als je het niet meer leuk vindt, dan stop je. Ik doe dat dus ook. En na een paar minuten word ik dan weer stil. Soms is het moeilijk om te stoppen, maar ik doe het toch. En dan ga ik weer helemaal. Nou ja, ik zei het al. Slap worden, liggen, ontspannen, nog meer ontspannen, nog meer loslaten, etc. Meestal doe ik dat drie rondes en meestal doe ik het ook onder begeleiding van een meditatie, bijvoorbeeld dus via mijn opleiding van Orgasme of van de Sacred Sex Academy. Maar soms doe ik het ook gewoon zelf, zonder de stem van een ander, op mijn eigen tempo. Soms dan doe ik ook meerdere rondes. Het hangt af van mijn moed en of ik de batterij van mijn telefoon heb opgeladen. <laughs> Dit kan ik je echt aanraden. Doe. Try this at home. En weet je wat ook zo fijn is aan deze tijd? Voor mijzelf. Het is een uh, super concrete vorm van jezelf voeden. Van mediteren. Van echt quality time. En ook echt verdieping met. Ja, zowel op spiritueel niveau als um, fysiek niveau. Vooral als je het dus met aandacht doet. Aandacht is wel een beetje een keyword in het hier en nu. Nou. Als ik dus bijvoorbeeld 30 minuten voor mezelf heb en ik weet niet wat ik moet doen, dus, dus ik ga niet deze zelfbeminningsoefening uh, doen. Ja, dan uh, ga ik soms toch nog door mijn Instagram scrollen of nog even snel een paar schoenen voor de kinderen bestellen. Maar deze tijd is echt sacred en heel mooi afgebakend. Nou, nu weet je het. Nu weet jij waarom ik drie keer per week masturbeer of nee uh, zelfbewin self toepas. Ik ah, ben benieuwd of het je aanspreekt, of je het ook wil proberen. Of misschien doe je het al, heb je je eigen practice. Laat het me weten, vind ik het leuk. Ciao. Dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik voel me best een beetje vereerd dat je, ja, dat je aandacht hebt gehad voor, voor mijn podcast. En als je dit nou tof vindt, of als je het gevoel hebt dat er meer vrouwen ja, zijn die zijn dit er. moeten weten of die dit leuk vinden, deel het dan vooral en uh, volg mij op social media. Abonneer je op deze podcast. Er is iets met rankings, met podcasts, en het zou natuurlijk super tof zijn om daar hoger in te komen. Dus als je me wil steunen, abonneer Yay. je dan. Dit was Hallo sexy mama. Mijn naam is Drees. Tot gauw.